François, je verliest met 2-1 van een directe concurrent. Hoe sta je hier? Teleurgesteld. Teleurgesteld over het resultaat. En ook teleurgesteld eigenlijk over het spel wat we hebben laten zien aan de bal vooral. Ja, want wat ging er mis? Ja, ik denk dat we aan de bal matig waren. Niet lang de bal in de ploeg kunnen houden. Ja, op de eindfase na waarin we risico gaan nemen en ballen erin gaan pompen. Heel snel de bal weer kwijt. Dus geen druk op kunnen uitoefenen op de tegenstander. Ja, dan kom je alleen maar achter de bal aan te lopen. En uiteindelijk hebben we in de eerste helft daarin niks weggegeven. Alleen ja, het aan de bal was niet goed. Ik denk, eerste helft geven we eigenlijk niks weg. We creëren ook veel te weinig. En dat is eigenlijk een slordige wedstrijd, de eerste helft. Dan gaan we de tweede helft in, dan denken we van we moeten meer keren aan de bal. En dan zijn we 7 of 8 minuten bezig, krijgen we het eerste tegendoelpunt. Oké, goed, dan hebben we nog veel tijd. Is er eigenlijk niks aan de hand, moeten we gewoon verder spelen. Dan gebeurt een beslissing die ik denk die volledig fout is. Waardoor wij gaan stoppen met spelen, waardoor ze die goal maken. Maar goed, dan nog is er nog een half uur te spelen, dan maken we die 2-1. Dan denken we, nu gaan we door, maar te vergeefs. Ja, ik heb hem net even teruggezien. Er komt een hoge bal en die valt volgens mij bij Van Lanschoten op zijn hoofd, op zijn achterhoofd. Volgens mij wordt daar wel een aardige overtreding gemaakt. Hij had een aardige dikke neus en een bloedneus. Maar goed, die valt via zijn hoofd daarachter. En dan staan denk ik 3 jongens van ons met het gezicht op een meter of 10, 15 richting de grensrechter. En die zien die grensrechter vlaggen. Ja, dan kun je zeggen, ja, je moet doorlopen ten alle tijd dat de scheidsrechter fluit. Dat klopt. Alleen als je op zo'n achter staat en die grens vlagt en die blijft ook stilstaan, dan denk je, nou, dat is buitenspel. Niet goed, maar aan de ene kant ook misschien wel een klein beetje logische reactie als je zo dichtbij staat. Maar ja, dat is een, uiteindelijk als je kijkt naar de regels, is dat volgens mij wel een gewone goal. Ja, even terug naar dat moment bij die 2-0. Wat gebeurde er nou precies? Want volgens mij gaf de scheidsrechter voordeel omdat de bal via jou kwam. Maar kreeg je ook nog iets van een arm of een elleboog in je gezicht? Ja, voor mij, die bal komt. Ik ga vol in duel. En ik weet niet goed hoe ik hem raak. Als ik hem raak of als het van go ahead was. En op dat moment krijg ik een elleboog in mijn neus. Dus ik ben even het spel kwijt. En dan zeggen we in de kleedkamer van ja, de grensrechter vlacht. Dus waardoor de centraal verdedigers stoppen. Maar goed, dan de scheidsfluit niet, waardoor het spel verder gaat. En dan maken ze die 2-0. Maar ik denk dat we niet alleen naar die fase moeten kijken. Ik denk dat we ook naar ons eigen spel moeten kijken. En dat was vandaag gewoon te weinig. Nou, toen gingen jullie wat opportunistischer spelen. Er ging eigenlijk best een mooie goal uit, de 2-1. Waarom kwam het dan opeens wel? Ja, dan valt de 2-1 en dan is het alles of niks. En dan zetten we Jozef erbij en dan gaan we ballen erin pompen. En dan moeten we hopen dat zo'n balletje goed valt. En dan hadden we eigenlijk al de tweede ballen die eruit vielen weer. Dus dan konden we wat druk ontwikkelen. Maar goed, dat doet niks af aan het feit dat we daarvoor gewoon aan de bal niet goed genoeg waren. En dat zij ons een beetje in leven hebben gehouden met nog een kans die ze kregen met Rabiat volgens mij. Vanaf de zijkant die naast schiet. Nou, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. En op het einde moet zo'n bal nog een keer goed vallen. En dan moet je geluk zoeken. En dat is helaas niet gelukt. Ja, het lukte niet. Ik vond dat jullie weinig creativiteit konden bieden. En dan hebben jullie één goed uitgespeelde aanval waaruit die 2-1 nog viel. Waarom kan het dan opeens wel? Ja, ik begrijp het ook niet. Dan maken we die 2-1. Dan zie je de laatste 10 minuten gaan we vol drukken. Dan valt de bal net niet goed. Maar dan gaan we in ieder geval iets proberen te creëren. En ik denk dat we voor het doelpunt echt veel te weinig, zoals je zei, veel te weinig gecreëerd hebben. Ik denk dat we daar vooral moeten naar kijken. Want op zich hebben we echt niet zoveel weggegeven. Maar we creëren ook veel te weinig. Dus, is het uiteindelijk een terechte uitslag, denk je? Als je kijkt op basis van de tweede helft hebben zij denk ik wel meer gecreëerd. Op basis van de eerste helft hebben we allebei niet veel gecreëerd. Ja, gelijkspelletje zou kunnen, maar we hadden zeker niet meer verdiend. Daar waren we niet goed genoeg voor. Doet het dan ook nog extra pijn dat het een directe concurrent is? Ja, absoluut. Ik denk dat we deze wedstrijd echt niet hoeven te verliezen. En het doet pijn. Maar goed, we hebben nu nog volgende week terug een topper. NAC Breda thuis. Ik denk dat we iets moeten rechtzetten. Want het is telkens net niet tegen de ploegen die bij ons staan, de concurrenten. En ik denk dat we daar echt stappen gaan moeten inzetten om mee te doen bovenin. Volgende week NAC. Heb je genoeg vertrouwen voor die wedstrijd? Ja, goed, het is weer een nieuwe wedstrijd. Het is gewoon een hele lastige uitwedstrijd tegen Go Ahead. Als je achteraf hier staat, is het makkelijk. Dan zeg je van nou, Go Ahead is wat dat betreft geen betere ploeg als ons. Alleen wij waren vandaag gewoon niet goed. En dan uiteindelijk, dan win je terecht of niet terecht. Wint Go Ahead met 2-1 en op basis van de tweede helft wel terecht. Succes volgende week. Bedankt.